De peuter Lucas Banquet vertrekt morgen naar Colombia voor een reguliere controle. De kleine Banquet was in november 2017 in Colombia voor het behandelen van een neuroblastoma of kwaadaardige kankertumor in de onderbuik. Volgens Lucien Banquet, vader van Lucas, is hun vertrek een afspraak die gemaakt was na de succesvolle behandeling van de kankersoort bij zijn zoon. Hij geeft verder aan dat tijdens de reguliere controle er eventueel een kleine ingreep kan plaatsvinden. Lucas heeft namelijk een portacat. Dat is net een soort katheter voor het indienen van vloeistof, zoals infuus en zijn chemo enzovoorts. Maar de doktoren daar zeiden, als hij komt voor zijn check-up en het niet meer nodig is, dan wordt het verwijderd. Dus dan kan hij dan vrij spelen, weet je. Want nu is hij in de leeftijd dat hij ervan houdt om op het bed te springen. En als hij weg is, dan kan hij vrijer spelen. Volgens Gail Pauwiro Astro, moeder van Lucas, was het nieuws dat haar zoon kanker had zwaar om te verwerken. Het eerste waaraan ik dacht is, mijn zoon gaat dood. Maar naarmate die dagen gaan en je bent bezig met alles, en, ten aanzien van het herstellen, het beter worden, dan heb je een andere kijk op zaken en dan ben je... En ja, we zijn positief ingesteld, maar als je hoort kanker, denk je direct aan doodgaan. Ja, dus dat. Je hebt zoiets van, oké, chemo is sterk, maar de manier hoe Lucas zich heeft opgesteld en de manier hoe hij alles heeft opgevangen, hij was sterk. En hoe moet ik het zeggen? Ja, hij gaf ons die motivatie om dus ook niet op te geven. Dus ja, dat. Nou, de manier hoe de doktoren je het daar uitleggen in Colombia, dan ze geven je de hoop. Daar leggen ze je uit dat die chemo 80% kans heeft van slagen. Maar hier zo in Suriname of wanneer je onwetend bent, dan heb je het idee dat die chemo slecht is, dat het allerlei bijwerkingen heeft en zo. Dus dan ben je zenuwachtig. Maar wanneer je de informatie krijgt van de doktoren, dan merk je van chemo help, het werkt. Dus toen hij bezig was, toen waren we hoopvol ingestemd. Lucien Banquet en Gail Pauwiro Astro, de ouders van de tweejarige Lucas. We spraken hen naar aanleiding van hun reis naar Colombia met hun zoon. Lucas moet er zijn voor een reguliere controle na de behandeling van een kwaadaardige kankertumor in de onderbuik, ook wel neuroblastoma genoemd. We wensen de familie heel veel sterkte toe.